Feel like a suicide bomber with this thing on. Like I said, welcome once again to another edition of Core Training. I'm your host with the most, Victor Araya. Standing next to me is Melissa and Wilma. We're going to do it to it Monday. We gaan er tegenaan, dames en heren, terug in Hollands. We gaan lekker trainen, core, midden van je lichaam, de kern van je lichaam, de core van je lichaam gaan we aanpakken. Here we go, dames en heren. Verse nieuwe week, verse nieuwe kansen. 16 crunches om het even warm te gooien hier. Y'all with me, 4, 3, 2, here we go, doe maar, hey. Here we go. 3, 4, 5, 6, 7, 8, rechterhand bij je rechteroor. En dan gaan we over dwars. 4, 3, 2, doe maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zo uit, terug, op, terug, op, terug. Everybody ready? 4, 3, 2, doe maar. Op, terug, op, 1, op, terug, op, 2, op, terug, op, 3, op, terug, op, 4, op, terug, op, 5, op. Nog twee, op, terug, op, zeven, laatste, op, terug, en op, acht. Kom je gelijk door in je plankpositie, op je ellebogen, volle rug. Jawel, kijk naar mijn voeten. We gaan zijkant, midden, zijkant, 1. Dus je komt op de buitenkant van je voet terecht. 4, 3, 4. 3, 2, here we go. Buiten, midden, buiten, 1. Buiten, midden, buiten, 2. Buiten, midden, buiten, 3. Buiten, midden, buiten, 4. Buiten, midden, buiten, 5. Laatste buiten, midden, buiten, 6. Heel mooi. Doen we nog een keer. Dus we komen in die push-up stance. Rechterhand, linkerbeen, achterhalingen. En 6 keer kantelen, links en rechts. Let's do it, round 2. 4. 3. 4. 3. 2. Here we go. Op. Terug. En op. 1. Op. Terug. Op. 2. Op. Terug. Op. 3, op, terug, op, 4, op, terug, op, 5, op, terug, op, 6, nog 2, terug, op, 7, laatste, terug, en laatste, 8. Komen we weer in die plank.
Zijwaarts kantelen, alleen met die voeten. Voeten tegen elkaar aan. 4, 3, 2, doe maar. Kantel, midden, kantel, 1. Kantel, midden, kantel, 2. Kantel, midden, kantel, 3. Kantel, midden, kantel, 4. Kantel, midden, kantel, 5. Kantel, midden, kantel, 6. Heel mooi. Dat was round 2. We doen nog één ronde, de derde ronde. Pak even je zuurstof. Still warming up. Kom weer terug in die push-up stance. Hand en voet om en om, hè. Here we go. 4. 3. 4. 3. 2. Doe maar. Op. Terug. Op. 1. Op. Terug. Op. 2. Op. Terug. Op. 3. Op. Terug. Op. 4. Op. Terug. Op. 5. Op. Terug. Op. 6. Op. Terug. Op. 7. Laatste. Terug. Laatste. 8. Terug in je push-up stand. I'm in je plank positie. Here we go. 4. 3. 2. En dan gaan we. Doe maar. Kantel. Midden. Kantel. 1. Kantel. Midden. Kantel. Kantel. Midden. Kantel. Kantel. Midden. Kantel. Nog 2. Midden. Kantel. Laatste. Midden. Laatste. Hero. Ja, ja. Alles hier is tempo. We gaan snel. Mooie nieuwe week. We beginnen hier vandaag op de rug. En we gaan beginnen met het trainen van de six-pack, dus rectus abdominus. Je rechte buikspier. Wat we doen, we buigen die knie in de lucht. En we kijken of we die enkel naar de neus in kunnen trekken. Handen zijn langs het lichaam, schouders en je hoofd zijn in de lucht. En we gaan op 1, op 2. Everybody ready? 4, 3, 2, doe maar. Op, 1, op, 2, op, 3, op, 4, op, 5, op, 6, op, 7, op, 8. Andere kant. Here we go. 4, 3, 2, doe maar. Op, 1, op, 2, op, 3, op, 4, op, 5, op, 6, op, 7, op, 8. Oké, gaan we meteen door in de letter U-positie. Dit is iets wat iedereen kan doen. Laten we even een goede letter U doornemen. We zien billen van de mat, schouders van de mat, handen boven je schouders. Niet naar je voeten toe brengen, maar je handen boven je schouders. Probeer je benen te strekken en je billen op te tillen. De spanning is er al hoor. Prima manier, deze oefening kan iemand doen al heeft hij een hernia gehad. Ja, dit is totaal vrij van spanning op de onderrug. En een prima manier om je buikspier te trainen zonder dat je in beweging bent. En ik praat expres de tijd vol, want we willen nog 10, 9, 8, 7, lekker hoog, 6, duw die billen omhoog, 5, 4, 3, 2, til je kont op, 1, heel mooi. Dat was de eerste ronde. Dan doen we een complete ronde nog een keer. Knie gebogen, 8 om 8. En dan ongeveer 20 seconden aanhouden van die letter U positie. 4, round 2, 3, here we go, 4, 3, 2, en dan gaan we. Doe maar, 1, terug, 2, terug, 3, terug, 4, terug, 5, terug, 6, terug, 7, terug, laatste, terug. Switch it. En dan gaan we. 4, 3, 2, doe maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
geteld. Derde, laatste cirkel. Here we go. 4, 3, 2, doe maar. 1, terug. 2, terug. 3, terug. 4, terug. 5, terug. 6, terug. 7, 8. Heel mooi. Andere voet. 4, 3, 2, doe maar. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8. Heel mooi. Komen we terug in je letter U. 4, 3, 2. Hou het aan. Doe maar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Hoe hoger, hoe beter. 3, 2. Til je billen op als je kan. 1, heel goed. Gaan we door naar de schuine buikspieren. Betekent we liggen op de zijkant. En vandaag gaan we kijken of we een side plank kunnen maken. Betekent, je legt je elleboog precies onder je schouder neer. Soms zie je dat mensen een beetje zo zijn en met die schouder over hun elleboog heen hangen. Geeft een nare druk in je schoudergewricht. Heb je ook niet heel veel balans. Dus zorg ervoor dat die elleboog mooi onder de schouder is. En als je je vingers open doet op de mat, meer oppervlakte, meer balans, meer stabiliteit. De voeten mogen op elkaar of voor elkaar, vind ik super belangrijk. De schuine buikspieren worden toch wel aangesproken. We komen in een plank en kijk wat we gaan doen. We gaan in, terug en dip. 1. Zien we dat? Dus we gaan in, terug en dip. Ja. 4, 3, 2 en dan gaan we. Doe maar in, terug, dip. 1. Terug, dip, 2, in, terug, dip, 3, in, terug, dip, 4, in, terug, dip, 5, nog 2, in, nog 1 druk, terug, dip, 6, blijf even op deze kant, 2 handen gaan naar het plafond, en 2 benen gaan in de rug. Dames en heren, daar hebben we net 6 herhalingen gedaan, maar we bouwen het op. We gaan nu 8 herhalingen doen en om in een geheim te verklappen, in de laatste ronde doen we de 10. So we're building up. Here we go. 4, 3, 4, 3, 2, keer. Here we go. In, terug en dip. In, terug en dip. And dip.
herhalingen in de dab. Here we go. 4, 3, 2, doe maar 1. 2. Schuine buikspieren ook boven en onder. En nu komt het onderdeel waarbij we de onderrug trainen. Dus je ligt op je buik. Even mijn bomgordel weghalen. Because you know we the bomb like that. Dus je ligt op je buik. Oh, I'm sweating. En we beginnen eerst eens met het trainen van de onderrug schuine streep billen. Ladies, let op. Moet je knie gaan buigen zometeen. Maar strek je been in de lucht. Op, 1, op, 2,
We heffen die benen gestrekt de lucht in. Dat doe je vooral met je bilspier, maar ook een stukje onderrug. 4, 3, 4, 3, 2, here we go. 1, 2, 3, til het hoog hè. 4, buig je knie niet door. 5, 6, voel die bilspieren. 7, en de onderrug. 8, nog 2, 9, 10, nu strekken we de armen naar voren toe. En dan gaan we met die biceps langs de oren. Kort, 20 herhalingen met de borst van de mat. 4, 3, 2, doe maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 6, 4, 2, hiero. Heel goed. Komen we terug in die plankpositie. Dit keer met een bolle rug. Hier is hij. En hou hem aan. Kijk, mijn rug is bol. En niet hol. Hou het aan. Deze houding. En we tellen. 10. 9. 8. 7. 6. Namelijk het heffen van die benen, gestrekt hè. 4, 3, 4, 3, 2, here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kort. 4, 3, 2, here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Druk in de plankpositie. Here we go, 4, 3, 2, hou het vast. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed. Gaan we naar de laatste ronde, dames en heren. Heffen van de benen. Even van de armen en die planken en dan zijn we er. Hou hem vol mensen, kom op. Here we go. 4, 3, 2 en dan gaan we. 1, 2, 3. Lieve mensen, we zijn er.
Maar een stukje cool down doen voor jullie nu. Rappen mooi weer. 25 minuten lang, prima die core aangepakt. Gaan we mooi in de Cobra terechtkomen vanuit yoga. Betekent op je knieën, op je handen. En je komt met je kruislaag, duw je je borst van de mat. Je schouders, die probeer je niet in je oren te stoppen, maar laag en naar achteren te houden. Adem in door je neus. En uit door je mond. En bij de derde uitblaas breng je de billen naar je hielen toe. Maak je rug lang en bol. En bij de derde uitblaas kom je terug in je vorige positie. Beetje de zijkant te pakken is goed voor je nekwervels. Komen we weer terug in die cobra, pardon, die hond. En dan lopen we langzaam naar onze handen toe. Pak je tenen. Probeer je benen te strekken. Voel je de rek in je hamstrings en je bilspier en onderrug vooral. En even de rechterhand. Give it a thumbs up, a like. Subscribe that thing too, right? Abonneren toch? Abonneren. Hand omhoog. Pak je een beet. Hang je naar de linkerzijde. Voel je de rek op je schuine buikspieren. Nou, dan hopen we dat minister Rutte wat positiefs te melden heeft morgen. Dat we jullie allemaal weer kunnen ontvangen hier bij ons in de core training bij Sportcentrum Plezier in Amsterdam Zuidoost. Vlakbij het metrostation Gein. Sportcentrum Plezier, meer dan 30 jaar zijn we hier. Speciaal voor jullie. We willen jullie niet stil laten zitten, dus we geven jullie een core training op deze manier. Mij kan je vinden op victorious.pt. Victorious op zijn Engels. .pt op Instagram. Ik weet niet wat ik dat doe. Ik regel het zelf niet. En je kan me daar vinden. En Facebook kan je me ook vinden. Met mijn eigen naam, Victor Araya Lemaire. So go ahead and like all that good stuff if you like it. If you don't like it, drop a comment. Tell us what you don't like. En hopelijk zien we je hier terug. Peace out.